Waarvan krijg jij vlekken in je nek? Dit wordt een hele lange aflevering. Zo. Heb je wel eens iemand de huid volgescholden of ben jij wel eens de huid volgescholden? Ja, jij. Oh. Jij bij mij. Als ik weer eens de trap oploop en mijn schoenen laat staan en weet ik veel wat. Ja, maar dat is meer mopperen. Dat is niet echt schelden. Ik hou me redelijk in vanwege de kinderen. Nee, ik scheld ook niet zo snel. Ik denk met voetbal alleen. Ben jij het type manager dat anderen vaak op de huid zit? Ja, zakelijk gezien wel. Omdat ik gewoon wil dat goed voor elkaar is. Ik iets minder. Ik moet het nog een beetje leren. Je huid is je grootste orgaan en het bepaalt voor een deel je identiteit. Je kunt aan je huid ook heel goed aflezen hoe dat je je voelt. Je huid bestaat uit miljoenen micro-organismen, waaronder bacteriën en schimmels. En dit noemen we het microbioom. Het zorgt er onder andere voor dat die slechte stoffen dus niet je huid kunnen binnendringen. Ik vind gewoon dat je altijd je shit voor elkaar moet hebben. Als we het gewoon niet voor elkaar hebben, dan ben ik best wel pittig. Dat weet je eigenlijk ook wel. Ja, dan denk ik af en toe wel al relaxed. Of... Ja, nee, maar ik wil gewoon dat het goed is. Waarvan krijg jij vlekken in je nek? Dit wordt een hele lange aflevering. Ik weet het. Van aanwezige mensen. Ja. En jij? Even kijken. Ja, één. Je ruimt je was niet op. Dus je trekt het uit en laat het liggen. Twee. Je ruimt de vuilnis niet uit jezelf op. Moet altijd alles vragen. Drie. Ja, daar heb ik nog een heleboel. Dus laat maar zitten. Ja, dit wordt een hele serie. Wordt dit. Bloos jij vaak? Wat is de laatste keer dat je echt gebloosd hebt? Ja, ik kan me echt niet herinneren dat ik gebloosd heb. Nee. Ook niet als ik jou een compliment geef? Of, nee. Ik zou niet meer weten hoe dat is, want het is al zo lang geleden. Ja, ik bloos wel snel, denk ik, als jij zegt dat je trots op me bent of zo. Ja. In wiens huid zou jij wel eens willen kruipen? Nou, dat weet je. Nou? Jennifer Lopez. Nou, dat is wel mooi, dat doe ik Ben Affleck, want dan lig ik naast Jennifer Lopez. Wat is jouw mooiste kippenvelmoment? Nou, dat weet ik. Geboorte van mijn kinderen. Ja. Ze zijn er al twee. Die. Een concert. Mijn eigen concert vorig jaar in de Vorstin in Hilversum. En jij? Nou, de geboorte van beide dochters. Daar kreeg je er kippenvel van? Ja, daar kreeg je echt kippenvel. Zo zag het er niet uit. Je huid is dus een heel complex orgaan en daar gebeurt van alles in. Waaronder bijvoorbeeld het krijgen van kippenvel, wat iets heel bijzonders is. Dit heeft te maken met de spiertjes die in de dermis liggen, aan een haartje vast. Onder omstandigheden van bijvoorbeeld kou, maar ook emoties, trekken die spiertjes samen, waardoor dat je haartje rechtop gaat staan. Het komt oorspronkelijk voort uit onze fight-or-flight reactie. Nee, ik denk 45. Ja? Ja? Waarom? Omdat je dan het leven wat meer op de rit hebt. 25 is hartstikke leuk. Dat was nog voor jou. Maar het was me een pak druk. Nee, deden wij ook niet. Hebben wij niet gezoend nee, op de eerste date? Nee, hoe is het dan ooit verder gekomen dan dit? Middag. Nou, blauw. Ja. Oh, rustig, hè? Dan ben je gewoon nou, dat zou ik vanavond even zien. Ik neem hem mee naar huis, hè? Dus dan ga ik vanavond naar het bed staan met dat blauwe ding. Ja, het is avond. Het is avond. Doe je me jaloers? Ik zou wel boos. Boos hoort er wel bij. Beetje temperament. Een maand lang je tanden niet poetsen. Gadver. Ik ben expeditie ook. Ik vind het viezer als je helemaal zo rijdt. Ja, maar dat doe jij niet. En als je uit zijn mond rijdt, keert, draait hij zich maar om en dan ja, zie je in ieder geval douche. Ja. Die krijg ik nooit. Nee. Liever geen foto's. De kinderen zitten altijd op telefoon. Ja. Wij willen altijd op tijd zijn. Wij haten het. Oh, wij hebben vrienden en ze weten wie ze zijn. Die komen altijd gewoon een kwartier, 20 minuten, half uur te laat. Ja. Zeggen niet eens meer sorry. Het is gewoon meer van, ja, dat weten jullie nu toch van ons. Ah, maar daar krijg ik nou vlekken van in mijn nek. Wat is in wat je doet nou echt op jouw lijf geschreven? Moeder zijn, ja. Ben je heel goed in. Ja? Ja. Dat vind ik zelf ook. Dat vind ik zelf ook. Ik vind dat echt een goede moeder. Wel echt als ik wel eens om me heen kijk, dan denk ik... Ja?
Nou, dat is wel echt lief. Nou, bloos ik. Ja, nee, maar dat vind ik echt. Zijn jullie altijd twee handen op één buik? Nou. Ja, meestal wel, toch? Ja, meestal wel, maar ja. Maar we kunnen wel goed discussiëren. Ja, maar dat is niet erg. Maar over het algemeen komen we er meestal wel uit. En dan, ja, het is altijd wel goed. Nou, volgens mij zijn we helemaal klaar. Let's en nu go. Gaan wij lekker douchen.